De vier rappers zijn al een paar weken op reis voor Amnesty. Rapper 7 Alias sluit zich vandaag bij hen aan. Waar de overige vier al wekenlang de impact hebben gevoeld van de schendingen van mensenrechten, heeft 7 Alias geen idee. Dat verandert als hij tijdens een soundcheck voor een belangrijk optreden ineens, zonder enige aanleiding, wordt opgepakt. Dat moet je al meenemen. We gaan mee naar het bureau. Aangifte de burgers. Ik praat even tegen deze meneer. Ja? Heel de tent is uitverkocht. Dus hij kan niet zomaar weg nu. Oké, kom maar. Mag je deze kant op. Seven Alias is 20 jaar en had een grote hit met Gas. Ik voel op in die kaart. Als hij al uren onterecht vastzit, komt zijn manager langs. Hij heeft een brief voor hem met een belangrijke boodschap. Beste 7 Alias, wereldwijd worden mensen onterecht opgepakt en gevangen gezet. Amnesty International komt in actie voor deze mensen, zoals voor Ildar Dadim in Rusland. Jij weet nu hoe het is om, net als hij, onterecht gevangen te zitten. Samen met je collega-rappers ga jij je inzetten voor Ildar. Ik hou van mijn ruimte, man, dus ik vond het wel vervelend. Hè. Ik heb schijt dat jullie filmen echt waren oprotten. Op het moment dat ik zeg maar, onterecht word behandeld, dan, dat is niet iets wat ik accepteer. En dat wil ik voor andere mensen ook niet.